In het kader van haar 70-jarig bestaan heeft de VHP vandaag een nationale conferentie gehouden. Het thema was waarden, normen en moraal, een moreel kompas voor herstel en verdere ontwikkeling van Suriname. Het is de 7e keer dat deze conferentie is georganiseerd. De participanten zijn meegevoerd in de gedachten achter het thema. Volgens de VHP is er voor een moreel kompas gekozen, omdat Suriname momenteel geconfronteerd wordt met de verdwijning van waarden, normen en moraal. VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi, die de conferentie heeft geopend, gaf aan dat religieuze organisaties een belangrijke rol spelen in het thema van deze conferentie. Volgens hem zijn deze organisaties namelijk een bindende factor in onze samenleving. Helaas gaat de publieke aandacht vrijwel altijd naar de politiek. Het lijkt alsof de politiek de beslissende factor is voor wat betreft het geven van richting in ons land. De grote en respectabele kracht en kennis van de regie over gemeenschap en gemeenschapsontwikkeling wordt onderschat. Die kracht en dat gezag zijn hard nodig om Suriname te redden. Met deze conferentie wil de VHP geen debat over religie, inhoudelijke overeenkomsten en verschillende inzetten. Wij willen ook geen partijpolitieke discussie hebben. Wij willen vandaag met elkaar om de tafel zitten en praten over de toekomst van ons. Hoe maken we ons land weer goed? En wat zou de religieuze organisaties en geestelijke leiders daarin kunnen bijdragen? Deze gedachtewisseling is actueel en hard nodig. Santokhi gaf verder aan dat in deze conferentie een aantal vraagstukken behandeld zal worden, zoals: mag religie zich bemoeien met maatschappelijke en politieke vraagstukken? En zijn waarden, normen en moreel slechts verantwoordelijkheden van de religie? De eerste inleider was Martin Schalkwijk. Hij ging in op verschillende onderzoeken die zijn gedaan in onder andere Latijns-Amerika en Suriname. Deze onderzoeken handelen over het vertrouwen van de bevolking. Het rechtssysteem, parlement, politie, onder de vier politieke partijen, tegen de drie, de media, de RK, hier en daar een stuk hoger. En dan heb je de NGO's. En aan de kerk, vooral, de protestantse kerk. En wat opvalt is dat in elk van deze instituten de Surinamers toch wat meer vertrouwen heeft dan bijvoorbeeld in Trinidad, dat is de, daarnaast, Guyana, daarnaast en Brazilië. Dus je ziet dat de burgers van Suriname toch nog redelijk vertrouwen hebben, in ieder geval meer dan in buurlanden, in de verschillende instituten. En dat is op zich een positieve zaak. Maar ik zei het al, het komt niet makkelijk boven de 50. Inleider Maarten Schalkwijk vandaag tijdens een nationale conferentie over waarden en normen, georganiseerd door de VHP. De belangstelling voor deze conferentie, die is gehouden in de ballroom van La Rouque, was erg groot.